grap of komt het, ja. Nou, best wel een fijne dag. Oké, bedankt. Dag. Ik ben Karel van Olst, ik ben 24 jaar. Werk sinds 16 juli werk ik hier op de servicedesk. Ik neem de telefoon aan van gebruikers die problemen hebben met de computer. Het kan van alles zijn. Het kan softwarematig zijn, kan hardwarematig zijn. Wij proberen ze telefonisch te ondersteunen daarmee. Je moet de klant goed kunnen uitvragen. En daarnaast moet je ICT wel onderlegd zijn. Het is een skilled helpdesk, dus er wordt wel wat van je verwacht. Ik vond het erg fijn om u te mogen helpen en alles aan te doen. Nou, binnen de servicedesk hebben we een bepaalde, zijn we ook weer een bepaalde groep onderverdeeld. We hebben echt een groep voor ICT, zeg maar, voor ICT-gerelateerde problemen. We hebben een groep voor telefonie, wat te maken heeft met doorschakelingen van telefonie, defecte toestellen, etc. En we hebben een bankaire afdeling voor bankaire applicaties. Vooral met betalingsverkeer heeft dat te maken. Dan hebben we ook nog de eerste lijn, zeg maar. Dat noemen wij de front office. Klanten bellen op en dat is eigenlijk het eerste contact. En dan heb je ook nog een tweede groep. Als het erg druk is op de front office en ze komen niet uit of het probleem zit toch wat dieper, dan wordt het doorgestuurd naar de back office en er zijn wat meer tijd om diepere problemen op te lossen. Dan hebben we ook nog een maildienst en dan proberen we het via mail op te lossen of maken een incident aan voor de back office. Wat ik minder leuk vind is de heel erg simpele problemen. De klant kan niet meer inloggen omdat zijn account bijvoorbeeld gelokt is, unlocken en je kan weer verder. Wat ik erg leuk vind is dat je echt moet uitzoeken van nou, hoe nou iets werkt en hoe het probleem ontstaat. Marina, ja. Ik heb een security 2 jaar gemaakt. Zou je daar achteraan willen? Ja, ga het gelijk doen. Ik heb voor de DCS-pro gekozen omdat er zoveel opleidingsmogelijkheden zijn. Je kan bij de DCS-bedrijf kan je Microsoft gecertificeerd worden. En hoe meer kennis jij in huis hebt, kunnen ze ook weer bij andere bedrijven detacheren die de kennis nodig hebben. Nou, je begint hier natuurlijk wel als service desk agent, dus je neemt de telefoon aan. Maar je kan ook doorgroeien naar een specialist. En dan pak je toch echt de zware problemen pak je aan. Ontzettend leuk. Ja.